Betfred kijkers, het is vies, vuil, druilerig januari weer. Het regent, kortom, ultiem weer om eens een cabrio te testen. De Bentley GTC. 12 cilinders, 560 pk en een heerlijk geluidje. De Continental GT is alweer 5 jaar op de markt en toen hij uitkwam, vond hem wel mooi, maar hij miste een bepaalde stoerheid. En het gekke is, toen die cabriolet nu uitkwam, die GTC, ja, die vond ik eigenlijk wel mooi. Dus het is een van de weinige cabrio's die zowel open als dicht gewoon mooier is dan zo'n coupé. Alhoewel, nu met die Speed 6, hè, die wat lager op zijn wieltje staat en die dikke velgen, is eigenlijk ook wel weer een stoer ding. Ja, dat interieur, het is zo fraai afgewerkt, het is zo mooi. En ja, je kunt je storen aan alle knoppen die je eigenlijk ook in een Volkswagen Phaeton tegenkomt, dit stuur ook. En ja, dat is allemaal heel herkenbaar, maar ik vind het ook weer niet zo storend. Dus om nou te zeggen dat dit een Phaeton cabriolet is, dat is wat erg kort door de bocht, man. Echt, het ziet er waanzinnig goed uit. Ja, vandaag hebben we er niet zoveel aan, maar dit knopje op mijn sleutel is natuurlijk de ultieme terrasgadget. Leuk als je eigenlijk op de Croisset in Cannes zit of als het eindelijk eens een keer mooi weer is in Zandvoort misschien. Maar die hou je gewoon in en dan gaat die even vanzelf open. Mooi, hè? En zo is hij natuurlijk op zijn mooist, want zo hoort hij ook te zijn. Helemaal open. Ik vind het echt een prachtig ontwerp. Overigens, leuk detail. Er is een Belg, Dirk van Brakel, die deze auto ontworpen heeft. En die heeft eigenlijk ook een grote designprijs gekregen. Ja, en als je zo kijkt, dan begrijp je eigenlijk wel waarom. Maar in Nederland toch maar dicht, hoor. Ja, 0 tot 105 seconden rond. Dat is best snel voor een Lobbes van 2450 kilo. Wow, ja, hij kan helemaal door tot 312 kilometer per uur. En hij is vierwiel aangedreven, dus in de regen zou het ook nog moeten lukken. Maar zullen we het maar even niet doen? Zo. De Bentley GTC, en je hoort het eigenlijk al met het dichtslaan van die deuren. Het zijn wel kluisdeuren. Dit is echt, moet je kijken, wat een mastodont is het. Ja, en dat is ook die hele auto. Het is echt een waanzinnige, comfortabele limo. Wel met 560 pk, dus supersnel, maar geen sportauto. Daar is die ook niet voor bedoeld. En mooi? Ja, supermooi. Wat mij betreft heeft deze auto maar twee nadelen. Dat is natuurlijk zijn prijs. Nou, op Nederlands kenteken 270.000 euro. Full option zit je al op 295. Tel dan nog even de slurptax die er nu bij komt. Dan zitten we al over de 3 ton. Ja, en nadeel 2. Ook Gordon heeft hem tegenwoordig. Jongen, wat een gegeten. Klote weer is het ook. Maar we gaan het nog wel een keer goed doen. In de zomer, als de zon schijnt, kapje open. En dan neem ik een leuke dame mee. Dus ik hoor het wel als je mee wilt. Mam, niet reageren. Hoi!